De spanning, de actie en natuurlijk de derde helft. Veel amateurvoetballers kennen het gevoel dat hoort bij hun geliefde hobby. In het programma De Wedstrijddag volgt Herman Bluemers diverse voetbalclubs uit de omgeving. Een reportage over de voorbereiding, het winnen of verliezen en de nabespreking. Vandaag een bezoek aan LHC Frisia uit Leeuwarden. Vandaag een competitiewedstrijd tegen de onderste, Olivia uit Noordwolde. We staan zelf bovenaan, dus als je tegen de onderste moet spelen, dan is eigenlijk de verwachting dat je dat moet winnen. Jelmer, Mark, yes. Patrick, Jordi. Ja. Gezien jullie de bezoekers zijn, mannen, mogen jullie zeggen voor de helft deze? Het logo of een stukje tekst? Dat voor deze. Deze kant? Een stukje tekst. Hij blijft gelijk liggen. Ja, heerlijk. Willen we gaan draaien. Willen we gaan draaien. Dus. Met jou! Draaien. Jammer. Hey, jongens, kom op. Nou, we hebben de goede kant van school, hè? Ja, die kant. Ja. Ik kwam hier te voetballen een jaar of zes geleden met een project dat Frisia had. Het was het 45-plus voetbal. Dus ik ben een paar keer op vrijdagochtend en op zondagochtend hier wezen te spelen. En dat beviel goed. Dus op die manier kom je wat bij de club in aanraking. En op een bepaald moment, vier jaar geleden kwamen ze bij me. Toen vroegen ze of ik ook eventueel belang had om voorzitter te worden van de voetbalclub. We staan 2-0 voor, toch? Dus dan is dat goed. Nee, beter kan niet. Nee. Wat is je voorspelling voor vandaag? Nul ik 5-0, denk ik. Jeetje, dat is een moeilijke vraag, hè? Ik hoop op de 3-0. Ik hoop 3-0 Frisia. Thank you.
was een heel zwaar veld. Hè? Maar dat begrijp ik ook wel van de jongens. Dus, nou goed, 4-1, duidelijk. Als we alle wedstrijden winnen, dan worden we kampioen. Dat klopt. Vrij moeizaam. Het veld werkt niet mee, het weer zit niet mee. En dan ga je een beetje tegen het veld spelen. Nou, dan komen we goed op 1-0 voor. En 2-0 was eigenlijk een beetje de wedstrijd beslist. En in de tweede helft moet je dan blijven voetballen in plaats van de lange ballen spelen. Dus op zich prima overwinning. Ze hadden zeker wel 8-1 moeten scoren. Dat was echt, Maar de keeper vond ik echt man op de match. Van Alex Koen, zeker weten. Cruciale redding. Zo is het. Dus er een biertje drinken, morgen gaan we werken. Proost.